us always better when we're together. Zo. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de vierde Els Borstlezing. Mijn naam is Pauline Meurs en ik ben voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En deze raad is samen met de Gezondheidsraad en voorzitter Pim van Gool. Wij wisselen elkaar af in voorzitter, dan wel discussie leiden. En dat doen we omdat onze beide raden eigenlijk het Centrum voor Ethiek en Gezondheid koesteren en ondersteunen. En we vinden het heel belangrijk om dit mooie centrum ook weer bij u onder de aandacht te brengen. En Els Borst, toen zij minister was, heeft ook aan de wieg gestaan van het ontstaan van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. En het is natuurlijk fantastisch dat wij de naam van Els Borst aan onze jaarlijkse CEG-lezing kunnen verbinden. En een heel bijzonder welkom aan Andra Neefjes Borst, de dochter van Els, Dirk Borst, de zoon, en Jet van der Weert, de schoondochter van Els Borst. Jullie zijn volgens mij alle vier de keren aanwezig geweest. Nou, geweldig dat jullie er zijn. En Andra, jij vertelde net, en dat wist ik eigenlijk niet, dat Els Borst echt maar 2 jaar hoogleraar is geweest, omdat ze toen al geroepen werd, zoals dat dan zo deftig heet, om naar Den Haag te komen. Maar wij kennen haar eigenlijk toch ook niet alleen als minister, maar eigenlijk ook toch altijd als wetenschapper. Dus ik was echt helemaal verbaasd dat het maar zo'n korte tijd is geweest. Maar ze heeft zich, zeg maar, ook als minister heel erg ook de wetenschapper getoond. Dus ik denk, ik weet zeker dat het thema van vandaag ook zeker haar goedkeuring had gekregen. Omwille van de feiten en de democratie. En toen ik het zat voorbereiden, dacht ik, ja, het is eigenlijk toch wel weer een heel actueel thema. Denkt u maar eens aan de fact-checker. Dat was natuurlijk een woord wat 5 jaar geleden eigenlijk helemaal niet bestond. Maar wat te zeggen van de hele discussie over de opiniepeilingen. Hadden ze de feiten niet op orde of hebben ze het niet zien aankomen? En waar ik zelf nog wel bij betrokken ben geweest toen ik voorzitter was van ZonMW, de enorme discussie over de wetenschapsagenda. Wie had nou tot het onzalige idee kunnen komen om burgers te vragen wat belangrijke wetenschappelijke vragen zijn? En toch de geruststellende gedachte van die wetenschappers dat die burgers toch eigenlijk niet zoveel andere vragen te stellen hadden dan zij al van tevoren hadden bedacht. Maar daar moet je dan toch even goed op letten en even op doorvragen. Want uiteindelijk hebben die wetenschappers naar hun eigen inzicht die vele vragen van de burgers gecategoriseerd. En dat is natuurlijk weer een onderwerp waar Trudy de Hu en Ivo Smulder straks in zijn reactie zeker op in zullen gaan. Omwille van de feiten en de democratie, wie kan daar niet beter over spreken dan Trudy de Hu? Trudy, we kennen jou op vele manieren. Je hebt eigenlijk een beetje een BN'er. Dus ik weet niet of dat een genoegen is of toch een twijfelachtig iets. Maar veel belangrijker is dat je toch als wetenschapshistoricus, als wetenschapssocioloog, mag ik dat misschien ook zo zeggen, heel veel aandacht ook hebt besteed aan de vraag achter de vraag. Dus jij hebt eigenlijk meer dan wie dan ook hier in Nederland ook het debat op tafel gelegd. Maar hoe komen die vragen eigenlijk, hoe komen die feiten eigenlijk tot stand? En is die hoe-vraag niet ontzettend belangrijk als we een weging willen maken van datgene wat we de feiten noemen? Dus ik vind het ontzettend mooi dat we nu vanmiddag met jouw prachtige lezing die we zo zullen horen veel meer op die hoe-vraag in zullen gaan en dat het ook ons helpt om veel beter na te denken over hoe dat ontwerpen van feiten eigenlijk ook richtinggevend is voor welke interpretaties we daar dan weer aan koppelen en dat het ontzettend belangrijk is om ons daar veel meer van bewust te zijn. Dus
heel graag aan jou het woord. Ik had natuurlijk moeten zeggen dat je emeritus hoogleraar bent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dus dat je helemaal uit het Groningse komt. Maar dat is iedereen bekend. Heel graag aan jou het woord, Trudy. Hartelijk dank voor deze mooie introductie, Paulien. Geachte dames en heren, geachte familie van Els Borst. Ik wil even één preliminaire opmerking maken. En dat is dat het met de maakbaarheid van de mens nog wel meevalt. Want ik ben snipverkouden en daar is niets aan te doen. Zelfs niet op een dag als vandaag. Hier kunnen we verder niks aan doen. Ik ben heel blij dat ik hier toch sta. Want het is een hele bijzondere eer om deze lezing te mogen houden. En dat vooral door de persoon waarnaar die vernoemd is. Els Borst die straalde voor mij en ik denk voor heel veel mensen nuchtere verstandigheid uit. Gedegenheid en integriteit. En dat soort eigenschappen die predikte ze niet, die leefde ze gewoon voor. En dat is denk ik aan haar wat heel veel mensen zo aanspreekt. En de tragedie, werkelijk tragedie van de moord op haar, die doet mij en ik denk veel anderen nog steeds de adem stokken elke keer als je eraan denkt. En het afgelopen jaar is deze moord opgelost, zoals dat dan heet. En we hebben ook wat over het motief te horen gekregen. En dat troost niet. Dat is eigenlijk ja, heel erg. Juist omdat zij streefde voor een betere euthanasiewetgeving. Dat heeft deze dader als motief genoemd. En zo heeft zij op deze ruwe manier moeten sterven. Uitgerekend zij die mensen meer zeggenschap wilde geven over het einde van dat bestaan. Kreeg zelf een einde gewelddadig aan haar opgelegd. En uitgerekend zij als voorvechter van een zacht en respectvol levenseinde vond zelf een hele respectloze dood. Dat is iets wat ons allemaal, denk ik, blijvend bezighoudt. Ik heb haar nooit ontmoet en ik ga even bekennen nu dat ik dat zelf verknoeid heb. Hoogstwaarschijnlijk heb ik dat zelf verknoeid. Iedereen heeft wel herinneringen aan flaters die hij heeft gepleegd, stommiteiten. Je begaat ze in een moment, maar ze blijven je een leven lang bij je. En een van de mijne heeft met Els Borst te maken en misschien werkt het louterend als ik hem hier nu voor deze zaal opbiecht. De periode is begin jaren 90. Zij was rond de 60, ik rond de 40. Zij was ziekenhuisdirecteur, vicevoorzitter van de gezondheidsraad en ik was net gepromoveerd. Zo laat pas omdat ik eerst met een hbo-opleiding in de kinderpsychiatrie had gewerkt. Ik zat achter mijn bureau, de telefoon ging en iemand meldde zich als de secretaresse van Els Borst en zei: mevrouw Borst is geïnteresseerd in uw proefschrift. En wat zei ik toen? Ik zei: oh, dat is in de boekhandel te koop. Oh my god. Het contact werd heel snel verbroken en ik kon het niet meer goedmaken, want ik had helemaal niet willen zeggen dat ze dat boek maar moest kopen. Ik had willen zeggen, het is in de boekhandel te koop, want daar was ik zo trots op. Ik was er zo trots op dat mijn proefschrift in de boekhandel lag. En natuurlijk had ik haar een exemplaar willen sturen. Dat zou ik fantastisch gevonden hebben, maar ik heb er nooit meer op terug kunnen komen. Ik heb ook nooit geweten of dat boek haar nog bereikt heeft. En dat was niet alleen een pijnlijk misverstand, want het heeft ook, dit verhaal gaat niet alleen over een pijnlijk misverstand, maar ook over het hoofdonderwerp van deze lezing. Els Borst was een groot voorstander van het samengaan van wetenschap en politiek. Dat zie je in interviews met haar elke keer terugkomen. Het bleef een enorme wetenschapper, hoewel ook een fantastische politica. En ik ben het met haar eens. En ik zou dat onderwerp wat willen uitbreiden. Door te pleiten voor meer democratische en meer verantwoorde wetenschap dan nu doorgaans het geval is. En dan wil ik het hebben over dat wetenschappers meestal het product van wetenschap presenteren, maar niet anderen niet betrekken in het proces ervan. En ik wil met voorbeelden gaan laten zien waarom dat wel heel belangrijk is, ook voor het vertrouwen in
wetenschap. Ik hoop u dus van de noodzaak daarvan te overtuigen. De liefde moet dan ook van twee kanten komen. Ook van niet-wetenschappers die daarin geïnteresseerd moeten zijn. Waarbij ik meteen aanteken dat elke wetenschapper ook een niet-wetenschapper is. Een wetenschapper weet zoveel van het eigen vakgebied. Voor de rest is een wetenschapper een burger, een stemmer en een patiënt. We zijn ook allemaal patiënten als we in de wetenschap werken. Dus de liefde moet van twee kanten komen, ook van de zogeheten leken die we allemaal zijn. Dit was al heel lang een onderwerp van me, want anders was ik er toen niet zo trots op geweest dat dat proefschrift ook een publieksboek was. Dat was toen zo belangrijk. En dat ging al, dat boek toen al, nu ik erop terugkijk, ging al over politiek die verstopt zit in wetenschapsopvattingen. Nou, waarom moet democratisering van wetenschap nog steeds worden bepleit? Omdat er zo vaak wordt gezegd, uit onderzoek is gebleken, alsof de realiteit zelf de onderzoeksuitkomsten bij onderzoekers heeft ingefluisterd. Alsof onderzoekers de neutrale spreekbuis van de realiteit kunnen zijn. En ik pleit ervoor om de empiristische taal van het ontdekken van kennis te vervangen door, en dan komt het vervloekte woord, de constructivistische taal van het maken, ontwerpen of vormgeven van de werkelijkheid. Nou, voor vooggeneeskundigen is dat helemaal niet zo'n probleem eigenlijk, want die zijn natuurlijk de hele tijd aan het ingrijpen in de werkelijkheid, want die willen die werkelijkheid verbeteren. Maar toch, ik wil dat model, deze manier van denken, even wat verder nadruk geven. En dat heb ik gedaan ook in dit boek. Ja, daar komt het Betere Mens, is mijn meest recente boek. En een van de stellingen daarin, wetenschap legt geen paden bloot die tevoren al klaar lagen om te worden ontdekt, maar hakt nieuwe paden in die werkelijkheid uit. En als we blijven praten over ontdekken, dan moeten anderen die paden aflopen zonder dat ze ooit inspraak hebben gehad in de aard van die paden, de richting en de route daarvan. En die inspraak die zouden ze moeten willen en moeten kunnen krijgen. Deze stelling is heel gemakkelijk te verdedigen als je naar technologie kijkt. Technologische producten die zijn de uitkomst van bedenken, ontwerpen, proberen. Weten vergt vele malen meer dan meten. Er zit dus achter al die producten een ontwerp. Nou, van de gloeilamp weten we dat inmiddels heel goed, want er zijn nu andere lampen. Dus licht, kunstlicht maken kan ook anders. De anticonceptiepil heb ik ook maar als voorbeeld genoemd. Nou, dit is een vrouwenpil, geen mannenpil. Dus het ontwerp had ook anders gekund. Hersentechnologie, daar zit natuurlijk heel veel ontwerp achter. Gezondheidsapps, daar zit een definitie van gezondheid in. Dus die technologie is ontworpen. En vervolgens doet die een heleboel. Dus het ontwerp achter het ding doet veel in de samenleving. Nog even die anticonceptiepil. Die heeft gemaakt dat we seks kunnen hebben zonder kinderen te krijgen. Nou, dat beschouwen wij geloof ik allemaal als een grote vooruitgang. Maar die doet ook sociale dingen. Sinds de anticonceptie er is, krijgen we geen kinderen meer, maar nemen we ze. En dat geeft een andere verhouding tot kinderen. Het is zo'n ontzettend uitdrukkelijke beslissing en een keuze. Nou, en als iets een keuze is, dan ben je er ook veel meer verantwoordelijk voor. Misschien verklaart dat die anxious parenting, dat fenomeen van anxious parenting van nu. He, ze overkomen je niet meer. Dus technologie is ontworpen, zit ontwerp in en doet veel in de samenleving. Dan zou je kunnen tegenwerpen, moeten onderzoekers de materie waarin de wetenschap ingrijpt dan niet ontdekken om hem te kunnen veranderen? Klinkt logisch. En is dat dan niet een reden om te zeggen dat niet mensen, maar de realiteit bepaalt wat er met die realiteit wordt gedaan? Hè, wat er kan worden gedaan? Nou, daarover geef ik ter overweging dat die realiteit wel beperkingen oplegt aan wat mensen met haar kunnen doen. Dat ze weerstand biedt, maar dat ze daarmee nog niet dicteert wat we zoal van haar maken. En daarvoor kom ik even met het voorbeeld van het Nederlandse varken 05049. Dat is postuum gevolgd door kunstenaar Christine Meindersma. Nou, hier heb je varken 05049. En Christine Meindersma is dat varken gaan volgen. Waar vond zij dat varken allemaal in terug? Niet alleen in carbonades en kwasten, maar ook in kauwgom, in koffiemelk, in kogels, in kaarsen
en in kunstmest. En nou heb ik, omwille van de alliteratie, alleen nog maar producten met een K genoemd. Want dat vind ik leuk. Ik hou van alliteratie. In totaal zijn er 180 producten, heeft ze getraceerd. Beginnend met bijna alle letters van het alfabet. Nou, dat is dus een vorm van ingrijpen in de natuur. En dat hele varken is al een vorm van ingrijpen in de natuur. Dit is helemaal niet een varken zoals dat door God of de evolutie is gegeven. Want ik heb maar plaatjes van middeleeuws varken gezocht. En dat was een heel ander beest. En een oortrek had hij al helemaal niet. Dus hij was niet eens genummerd. Ook dat is ingrijpen in de natuur en het brengen, zoals Bruno Latour het zou zeggen, wetenschapssocioloog, het een netwerk maken van mensen, dieren, dingen enzovoort. Dus voor menselijke doelen toe-eigenen van de natuur. Anders gezegd, wat we aan het varken ontdekken is gestuurd door wat we ervan willen maken. Als je iets heel anders wil ontdekken, als je er iets anders van wil maken, moet ik eigenlijk zeggen, dan ontdek je ook andere dingen. Je schijnt een varken ook tot vriend te kunnen maken. Nou, dan moet je hele andere dingen aan het varken ontdekken dan wanneer je er scheerkwasten van wil maken. We hebben met behulp van wetenschap hebben de agrarische revolutie gehad, waarbij de aarde en de dieren in onze productieketen werden ingelijfd, met grote voordelen, maar ook met gevolgen van uitbuiting. Dus daar moeten we over na kunnen denken. Daarna hebben we dat gedaan met de menselijke arbeidskracht tijdens de industriële revolutie. En je zou kunnen zeggen dat we nu een neurobiologische revolutie meemaken, waarin het menselijk lichaam grondstof van de economie wordt. De hersenen, de genen, daar zijn we aan het werken om de mens als product te verbeteren. Heeft veel voordelen, heeft ook nadelen, moeten we over kunnen denken. Daar wordt veel over geschreven. Het Rathenau Instituut publiceert daarover, of de Nuffield Council. Eens even kijken of dat filmpje doet, kan ik niet goed zien. Maar u ziet daar een nanobot die het neuronale netwerk uitbreidt. Dat is, ik heb iemand die in dit onderzoek zit gevraagd, is dit een goede animatie van wat je probeert te doen? Ja, is perfecte animatie. Nou, als dat gebeurt, of als we CRISPR kunnen gaan toepassen, het redigeren van het menselijk genoom, creëer je totaal andere werkelijkheden en die onderzoekers ontwerpen. Dat heeft grote gevolgen, ook morele gevolgen, want ons concept van vrijheid en verantwoordelijkheid verandert erdoor. De hele morele orde van mensen verandert erdoor. Die technologie kan dus niet als een gegeven worden beschouwd. Die moet een onderwerp van menselijke discussie zijn. Ik weet niet of u in de NRC deze pootloze muis met cobra-DNA hebt gezien. Het is overigens een theoretisch dier. Het is niet dat ze zo'n beestje willen maken, maar het is om de evolutie beter te begrijpen. Maar u weet, de mens sleutelt graag aan de natuur. Het onderscheid tussen nature en nurture is ook volkomen weg al. Want nature is heel erg maakbaar. En is dat nou toekomstmuziek? Nee, dat is helemaal geen toekomstmuziek, want dat is er al heel lang. Ik noemde de anticonceptie toen straks als voorbeeld. En ook een voorbeeld als antidepressiva geven al aan dat natuur maakbaar is en wordt geacht. En dat er kwesties van vrijheid en verantwoordelijkheid mee gebonden zijn. Gebruikers van antidepressiva vragen vaak, ben ik dit nou zelf of zijn dat die pillen? Wie ben ik nou nog? We zien rechtszaken waarin het vermoeden speelt van agressie door antidepressiva. En wie is nou moreel verantwoordelijk? Dus in dat soort kwesties, daar zitten we al middenin. Ik heb het tot nu toe gehad over materiële technologie. Maar er is ook zoiets als talige technologie. Woorden, verbale feiten. Daarvan zeg ik ook dat die zowel zijn geconstrueerd als construeren. Het zijn construerende constructies, talige technologie. Dat is onder wetenschapsfilosofen eigenlijk al een oud inzicht. De beroemde, het A-deel van die bewering, feiten zijn constructies. Dat woord zou de beroemde filosoof Karl Popper nooit gebruikt hebben. Maar sommigen van u zullen hem kennen en dan vooral kennen als degene die zei je moet op falsificatie van je beweringen uit zijn. Maar Popper zei daarbij dat die falsificaties nooit definitief kunnen zijn. Omdat het falsifierende feit
ook een constructie is. Wat eigenlijk ter discussie kan staan. Dat is op definities gebaseerd. En dus kwam Popper met een boodschap. Ik zeg van tevoren dat ik hem dadelijk ook wat terug ga schroeven. Maar ik ga hem nu even een clipje laten zien. Wat voor Popper de consequentie daarvan was. U krijgt nu, ik vind het altijd zo mooi, als je eerst mensen jong ziet en nu krijgt u hem heel oud. Vind ik zo prachtig, die overgang. Nou, daar komt hij. Even kijken of hij het wil doen. Most people believe the truth means certain truth. But that is a mistake. But I think that most people would say that that is what we hoped for. That is what we need. Yes, that's what you can't get. You have to learn that. People don't want to live in uncertainty. No. But after all, if they think a little, they know that they have to live in uncertainty. It cannot be helped, even by science. Certainly not. However, I do think that they are prepared now to accept it. After all, the things which have happened to us recently, it is one of the least problems to live with a certain uncertainty, I think. Dat slot is vooral heel mooi. Hè? Er wordt vaak gezegd, ja, maar dan kom je in relativisme terecht. En eigenlijk zegt hij, dat relativisme is maar beter dan dogmatisme. Want dat hebben we in de 20e eeuw wel gezien. Dus laten we onze onzekerheid maar vooral blijven realiseren. Heel lang zijn mensen echt aanhangers van Popper geweest. En ik snap dat goed, want ik vind het ook mooi wat hij zegt. En eigenlijk dat falsificatie-idee, daar ben ik ook wel voor. Maar in de tegenwerping is dit ook wat. Eén, hedendaagse wetenschapstheoretici. Even kijken wat staat daar. Oh, filmpje weg. Goed. Hedendaagse wetenschapstheoretici. Die zeggen, ja, dit gaat vooral over theoretische kennis. Maar heel veel kennis is praktische kennis. En wij richten, naar aanleiding van die geconstrueerde feiten, richten wij de samenleving in. En dan kan zo'n geconstrueerd feit in de praktijk keihard worden. Zeker als wij blijven praten over ontdekkingen in plaats van constructies. Dan kan de boel eigenlijk vast gaan zitten. Soms is het ook wel goed. Plus, je moet studenten en wetenschappers niet bijbrengen. Jouw kennis is heel erg onzeker, omdat die op definities en uitgangspunten is gebaseerd. Ik hoor dat nu alom, ook aan de universiteit. Ja, we vertellen onze studenten heel goed dat alles wat ze leren onzeker is. Maar ik denk dan, dat is niet de juiste boodschap. De juiste boodschap is dat ze moeten staan voor hun ontwerp. Dat het een verdedigbaar ontwerp moet zijn. En als het niet verdedigbaar is, argumenten kunnen ook verdedigbaar zijn. Dus het is niet ook maar een mening als er argumenten aan ten grondslag liggen. Dus deze boodschap van Popper vind ik inderdaad ook niet helemaal goed. Hedendaagse wetenschapstheoretici zeggen, feiten zijn niet alleen geproduceerd, ze produceren ook. Heel simpel voorbeeldje, armoede in Nederland. Als wij armoede in Nederland gaan meten, ik vroeg het gisteren aan een groep studenten, wat valt je nou op, wat denk je nou als je dit ziet? Er was een grote zaal, eentje stak een hand op en zei, in welk jaar is dit gemeten? Maar dat is niet waar ik naartoe wou. Waar ik naartoe wou is dat ze zouden zeggen, wat was de definitie van armoede die vooraf ging aan de feiten? Want die definitie, die is heel belangrijk, die bepaalt die feiten mee. En het beleid, als er armoedebeleid komt op basis van de feiten, dan is dat nog meer op basis van de voorafgaande definitie en meetmethode, waarmee je vervolgens die definitie vormgeeft in je onderzoeksproces, dan op basis van die uitkomsten. En die definitie die blijft vaak verborgen. Niet altijd, het gaat ook wel goed. Hier heb je de NRC, meer kinderen groeien arm op. En ik vond het heel mooi, er zit een inzet in, wat is armoede? Op de voorpagina. En daar werd in uitgelegd dat het Sociaal Cultureel Planbureau een andere definitie heeft dan het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, en dan de Verenigde Naties. Keurig. Zo nodig je andere mensen uit om mee te denken en om te beseffen dat cijfers op uitgangspunten zijn gebaseerd.
Nog recenter kwam de NRC met dit. Onder de 971 euro ben je arm. Dat was uit een SCP-rapport. En in dat krantenartikeltje werd erbij verteld dat de mensen van het SCP jaarlijks bij elkaar komen om te discussiëren over de definitie van armoede. Hebben we nog wel de goede definitie? Dat vind ik nou mooie democratische wetenschap. Als ik pleit voor democratie bij de feiten, dan gaan onderzoekers vaak op tilt. Dat vinden ze echt een vreselijk idee. Oh my god, wat moet nou de bevolking daarover mee gaan praten? Maar dan pak ik ze een beetje terug. Dan zeg ik, jullie zijn zelf ook wel eens object van onderzoek. Hè? Ja, dat zijn jullie als wetenschappelijke output en impact wordt gemeten. Dan zijn jullie object van onderzoek. En dan zijn ze er als de kippen bij om te snappen dat wat telt als impact en als output, dat het vol met definities zit en dat je die kan uitdagen, die definities. En ook dat die definities maatschappelijke gevolgen hebben. We hebben tijden gehad dat onderzoekers niet werden geacht met de Nederlandse bevolking te praten, alleen met de Amerikaanse, in artikelen in hun eigen vaktijdschriften. Nou, dat had gevolgen. En nu beginnen we dat te snappen, want die Nederlandse samenleving begint te morren. Wat doen jullie eigenlijk voor ons belastinggeld? En laat het ook maar eens aan ons zien. En dat zit hem dus in die impact- en output-metingen zit de vraag, wat telt als? Wat telt als armoede? Wat telt als een dit en dat? Een dakloze enzovoort. Die gaat er al, wat telt als impact en output? En je ziet nu protest komen. Het Leidse instituut, het CWTS, wat het allemaal ooit bedacht had, heeft spijt, heeft in Nature een stuk gezet onder een nieuwe directeur. Van nou, we moeten toch hele andere definities van output en impact hebben. Frank Miedema, decaan van geneeskunde in Utrecht, had onlangs met zijn assistent Benedictus een stuk waarin wordt gezegd, nou, dat hele meten, dat is al, dat verknoeit een heleboel. En binnenkort komt er een boek uit van een groep Nederlanders die hier over nagedacht hebben, onder leiding van Christine Brinkgreven. Weten vraagt veel meer dan meten. En hoe het denken verdwijnt in het regime van maat en getal. Hier zie je dus dat over die achtergronden heel goed wordt nagedacht. Een heel goed voorbeeld van feiten die bij onderzoek, het is altijd zo, is wat er uitkomt, is er deels van tevoren ingestopt. Dat kan niet anders. Nou, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder is daar een heel goed voorbeeld van. Het is maar één voorbeeld. Ik wil niet psychiaters plagen, maar mijn leeropdracht was psychologie en psychiatrie te bestuderen. Dus dat heb ik gedaan. En daar komen veel van mijn voorbeelden vandaan. Die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Dat is een dik boek waarin wat een verslag is van vergaderingen van psychiaters. Welke eigenschappen van mensen moeten nou een stoornis heten? Het zijn een heleboel, want het is een heel dik boek. En nou zie je een wending. Zie je een verhulling van het feit dat we hier met definities te maken hebben. En die verhulling die gaat zo. Stap 1 is, wij definiëren eigenschap X als stoornis Y. En dan krijg je een vliegersvlugge omkering. Wij betogen dat stoornis Y zich uit in eigenschap X. En filosofen noemen dat reificeren. Je maakt van een definitie een ding. Alsof dat ding door de natuur gegeven is. Laten we ADHD als voorbeeld nemen. Daar is dat heel veel bij gebeurd, gebeurt nog steeds. De definitie van ADHD werd in opeenvolgende versies van dat handboek alsmaar uitgebreid. Steeds meer categorieën mensen gingen eronder vallen. En ik zeg niet dat dit van aanvang af een slecht idee was, maar wel dat het aanvankelijk slechts een idee was. En dat werd een idee dat is uitgehard tot een gigantisch feit. Een wereldwijd bestaand gegeven, want mensen leven ernaar. En je ziet dat reificeren de hele tijd. Hier is een artikel uit de NRC. Op een gegeven moment is er besloten door psychiaters dat het criterium van hyperactiviteit kon je laten vallen. Dus ook alleen gebrek aan concentratie. En toen kreeg je het dromerige meisje. En dan kreeg je heel veel van dit soort artikelen. De juf merkt die ADHD'ers niet op in de klas, want ze zijn niet druk. En dan zegt de psychiater in de krant, ADHD veroorzaakt bij meisjes alleen een concentratiestoornis. Nee, hij had. Democratische wetenschap is, als je zou zeggen, we hebben goede redenen om ook in dit geval van ADHD te spreken. Dan moet hij met die redenen komen. Als hij het zo zegt, is het net alsof de natuur via de mond van de wetenschapper kan spreken. Je kreeg ook volwassenen.
erbij. De laatste versie is heel uitdrukkelijk, is ADHD ook iets voor volwassenen geworden. En dan krijg je de beweging dat bij volwassenen er minder sterk afwijkend gedrag nodig is om toch van ADHD te mogen spreken. En dan is er zelfs sprake van innerlijke ADHD. Je merkt niks, maar het zit er wel in. Nou, je merkt natuurlijk wel, die mensen zijn wel ongelukkig en hebben problemen. Maar ik wil uitdrukken, dit is een bepaalde framing. Dit is geen neutrale beschrijving. Dit is het voorstel, laat dit iets voor de dokter zijn. Nou, zo'n voorstel kun je het over hebben. Misschien zegt u, je mag niet zomaar zo'n man afbeelden daar. Maar die man komt van een reclamefolder van PsyQ samen met Janssen Silag, die ook op internet stond. En hierin werd reclame gemaakt voor off-label voorschrijven van ADHD-middelen. Wat niet mag. Maar dat gebeurde toch. Dat reviseren zie je overal. Hier is de website van PsyQ, zo staat het er nog op. ADHD bij volwassenen leidt tot levenslange problemen met aandacht of concentratie, moeite met organiseren, etc. Nee, wij hebben voorgesteld dat je deze problemen het beste als een stoornis kan framen, zodat je die dan ook moet behandelen. Nou, het is heel grappig als je er eenmaal op let. Recentelijk nu.nl. Symptomen volwassenen met ADHD lopen sterk uiteen. Ja, dan heb je de definitie. En wat stond er nog onder? Hetzelfde geldt voor de oorzaak. Ja, dat haal je de koekoek. Definitie ADHD is steeds verder uitgebreid. Dat had er moeten staan. En ik heb even het proefschrift gecheckt. Kwam van de Radboud. En ja, daar staat het ook zo in geformuleerd. Dus ik kom er even op terug. Ook feiten zijn A-constructies die B kunnen construeren. Want zij brengen mensentypen in het leven. En daarom zou de wat en de hoe-vraag van het onderzoek veel meer aandacht moeten krijgen. Stelselmatig moeten worden gesteld. Wat telde bij jullie als ADHD? Hoe formuleer je dat? En hoe heb je dat vervolgens gemeten? Want laten we even zeggen, ik doe onderzoek naar homoseksualiteit. Dan moet ik eerst een definitie van homoseksualiteit hebben. Wie tel ik mee als een homo? Wil ik vervolgens homo's gaan tellen? Of hetero's voor mijn part? Wat ga ik dan doen? Ga ik met ze mee naar de kroeg? Ga ik een vragenlijst afnemen? Ga ik in hun slaapkamer kijken? Nou, dat bepaalt allemaal de cijfers mee. En daar mogen mensen best over geïnformeerd worden. Dus dat proces van kennisverwerving, zeg ik, dat is belangrijker dan de cijfers die erop volgen. De waarde van een getal zit in de onderbouwing ervan. En als het goed is, kunnen onderzoekers trots zijn op hun onderbouwing. Volgend voorbeeld, duizenden onzichtbare volwassen ADHD-patiënten in Nederland. Dit was de Hersenstichting in 2007, voerde een publiekscampagne. Onzichtbare volwassen ADHD-patiënten. Hey, gebeurt hier iets met de definitie misschien? En kunt u ons daarin delen? Nee, dat kon niet. Want er was een campagne gaande die zei, zeker 5% van de volwassenen in Nederland heeft ADHD. Nou, ik heb dat omgerekend met behulp van het CBS en dat gaat dan over 630.000 mensen. Terwijl er nu, toen 70.000 pillen tegenslikten, nu 90.000 of 100.000. Dus de campagne begint langzaam succes te hebben. Misschien niet vlot genoeg. We gaan de wat en hoe vragen over deze cijfers stellen. Wat is gerekend als ADHD? Hoe zijn deze cijfers tot stand gekomen? Nou, ze komen van de World Mental Health Survey Initiative. Van de World Health Organization. Klinkt behoorlijk betrouwbaar, zou je denken. Maar ik vind het eerlijk gezegd slordig onderzoek. Hier is een van de artikelen daarvan. Normaal gesproken, als je ADHD diagnosticeert in de praktijk, moet je er een dag voor uittrekken. Dat is de richtlijn. En je moet eigenlijk ook met familie en leerkracht en collega's praten. Maar hier zijn leken op pad gestuurd die een korte vragenlijst hebben afgenomen. Hoe vaak hebt u moeite aandacht bij uw werk te houden? Als u reputatief werk moet doen. Hoe vaak hebt u moeite om te ontspannen en uitrusten als u tijd voor uzelf hebt? Ook belangrijk, het is van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ze hebben niet de definitie daarvan gebruikt voor ADHD of hyperkinesis. Ze hebben de definitie van de DSM gebruikt, die altijd tot veel hogere cijfers leidt. En
Dit artikel, die komt dan tot die 5%, maakt er vervolgens van dat het om tenminste 5% gaat. Waarom? Omdat de symptomen van ADHD bij volwassenen subtiel en heterogeen zijn. En de stoornis uit zich bij hen in minder symptomen. Nee, we hebben de definitie opgerekt. Heel belangrijk, en dat evenals terzijde, maar toch belangrijk, onder deze artikelen, ze zijn wel van de Wereldgezondheidsorganisatie, staan reeksen farmaceutische bedrijven als sponsors genoemd. En het hele initiatief is door Ronald Kessler wordt dat geleid. En je vindt informatie dat Kessler ook verbonden is met alle farmaceutische bedrijven. Juist omdat er definities aan de feiten vooraf gaan, moet je daar heel voorzichtig mee zijn, zou ik zeggen. Als je dat beseft, dat feiten op assumpties zijn gebaseerd, dan snap je dat dit toch een probleem is. Er zijn meer artikelen van dit consortium geweest. Eentje is dat ADHD in de kindertijd een voorspeller is van ADHD in de volwassen tijd. Dan denk je, als je dit ziet en als je de samenvatting leest, oh, ze hebben kinderen gevolgd van jongs af aan. Of op zijn minst hebben ze gegevens van volwassenen over hun kindertijd. Nee, in Nederland hadden ze uiteindelijk bij dit onderzoek 20 mensen over die aan de criteria voldeden. Die hebben ze gevraagd, had je daar als kind ook al last van? Ja, dat was 10%. En daar komt dan bij, het is voor 50% een voorspeller. Onderzoek kan niet anders dan op assumpties zijn gebaseerd. Maar juist de voorbeelden van waar het niet goed gaat helpen om te beseffen dat die vragen gesteld moeten worden. Hoe is dat dan gemeten? Hoe is dat dan gedefinieerd? En ik kom nu op het samengaan van talige technologie en materiële technologie. Die versmelten. Ik begon met materiële technologie, vervolgd over talige technologie. Ik noem feiten dus technologie. Omdat ze werkelijkheden maken en geconstrueerd zijn. En die versmelten, die twee. En daar wil ik nog wat voorbeelden van geven. Ik blijf nog eerst eventjes bij ADHD. ADHD en criminaliteit worden aan elkaar gekoppeld. Hier heb je het farmaceutisch weekblad. De kop van het artikel... Oh, wacht even. Waar hebben we het farmaceutisch weekblad hier? Kop van het artikel is ontmaskering ADHD lukt steeds beter. Dat heeft al iets crimineels. Nee, definitie ADHD steeds verder verbreed, moet er staan. En dan gaat het over die brave meisjes. Dat zijn ineens stiekeme meisjes geworden. Vooral ADHD-subtype bij brave meisjes beter herkend. Ik moet erom lachen, maar ik word er ook wel een beetje boos van. Want mensen kunnen de diagnose zo makkelijk krijgen. Het is heel vaak gebleken dat de jongste in een klas veel grotere kans heeft op de diagnose. Nou, als je dat crimineeltjes gaat noemen, je ziet het ook veel met schizofrenie, met autisme, het zijn containerbegrippen, hele brede begrippen. De diagnose wordt makkelijk gesteld. En als je dan een suggestie van criminaliteit eraan gaat verbinden, dan ga je niet meer als zo'n kind iets doet wat niet mag, een euro stelen, ga je niet meer vragen naar de redenen of misschien de omstandigheden. Maar dan zit dat in dat kind of in die persoon. Dan reificeer je ook criminaliteit. Niet de handeling is een overtreding, maar de persoon deugt niet. Dat is heel erg een vermenging van talige en materiële technologie. Want dat heeft ook weer meteen allerlei gevolgen voor hoe je met mensen omgaat. De NRC weer, dus straks met armoede heel genuanceerd. Maar nu, bij dit onderwerp, helemaal niet. Criminaliteit, even kijken. Dan moet je wel komen. Criminaliteit neemt af als ADHD'er zijn pillen slikt. Nou, uit Zweeds onderzoek is gerold dat als een ADHD'er zijn pillen slikt, dat dan de criminaliteit vermindert. Dat stond in de New England Journal of Medicine, zeggen ze. En sommigen maakten het nog bonter. Oh, wacht even terug. Minder criminaliteit door ADHD-medicatie. Hé, nou moeten we ineens allemaal gaan slikken natuurlijk, hè? Want dan worden we allemaal braver. Nou, nu bij dit ook weer even de wat en de hoe-vraag. Wat telt hierbij als ADHD en als criminaliteit en hoe is dat gemeten? Hier heb je het artikel uit de New England Journal of Medicine. Als je alleen de kop leest en de samenvatting, dan denk je die berichtgeving klopt. Maar wat en hoe is er eigenlijk gemeten? Wat er gedaan is, dat de medische gegevens van
ruim 25.000 Zweedse burgers zijn gekoppeld aan de nationale misdaadregisters. Dat mag niet in Nederland, gelukkig. En daaruit kwam dan dat in periodes dat mensen hun ADHD-pillen slikten, dat ze minder misdaden begingen. Een commentator had een slimme opmerking onder dat artikel. Misschien vermindert alleen de pakkans, want ze worden gewoon geconcentreerder. Dus ze kunnen veel beter plannen. Maar er is veel meer aan de hand. Want hoe was ADHD nou geteld, als je doorleest? Alleen de meest ernstige vormen van hyperactiviteit en gebrek aan concentratie waren meegenomen. Alleen de meest ernstige vormen. Hoe was criminaliteit geteld? Alleen hele lichte overtredingen, waarvoor je niet werd opgepakt en niet wordt veroordeeld. Nou komt ineens een heel ander daglicht te staan. Want we wisten al lang dat methylfenidaat en andere ADHD-middelen de meest pittige mensen onder ons een beetje beter in het gareel brengen. Het is een toevalsontdekking dat schoolkinderen, hele lastige schoolkinderen, er braver van werden. En ook alleen maar tijdelijk, staat ook in dat Zweedse artikel, het werkt maar kort, maar ook dat wisten we. Dus eigenlijk was het resultaat van het onderzoek dat de pillen pittige mensen tijdelijk wat meer in het gareel brengen. En dus is het, hoop je maar, dat die sociologische literatuur over de koppeling van criminaliteit aan die containerbegrippen, dat die wat meer aandacht gaat krijgen. Want die sociologische literatuur, of ethische literatuur, die analyseert dat onderzoek. Ik geef u nog één voorbeeld van de versmelting van talige en materiële technologie. Dat is het testen van, laten we zeggen, een antidepressivum. U weet dat dat gebeurt in gerandomiseerde, gecontroleerde experimenten. En we leren allemaal in onze universitaire opleidingen dat het helemaal neutraal is. Nou, er zijn tegenwoordig mensen die daar wel kanttekeningen bij plaatsen, dat je ook op een andere manier een evidence-based medicine moet kunnen doen. Maar dit geldt toch als het instrument. Het is op geen enkele manier neutraal. Het barst van de assumpties. Eentje is dat het gemiddelde goede informatie geeft. Maar laten we ook eens nadenken over, als je nou aan het testen bent of zo'n pil helpt, wat telt daarbij als een depressie? Dat is toch hele belangrijke informatie. Oké, laten we het eens even op dieren toepassen. U weet, het moet eerst op dieren worden getest. Wat telt als een depressieve muis of depressieve rat? Is iets om over na te denken. Dit zijn modellen. Nou, het antwoord is, vroeger 7 generaties werden doorgekweekt met de meest initiatiefloze exemplaren. Dat is geen neutrale definitie. Kan ook niet, hè? Ik zeg niet dat wetenschap waardeloos is, omdat de definities niet neutraal zijn, maar wel dat sommige definities beter zijn dan andere. Nu kan je ze gewoon bestellen, bijvoorbeeld bij een bedrijf als Sciagen. Dat heeft als slogan, we help you discover life. En onder die slogan verkopen ze transgene dieren. He? Dus je maakt leven, je discovert niet. En dat beestje bestaat niet eens in het wit in de natuur. Dat is al, net als dat varken, dat is al geproduceerd. Doet zich de volgende vraag voor. Wat telt als een niet langer depressieve transgene muis of rat? Want dat heb je nodig in zo'n test. Je moet met definities werken. Die definities moeten goed zijn. Toen ik mij dat voor het eerst ging afvragen, toen dacht ik, het zoontje van een vriendin, 14 jaar, heeft ratjes in zijn slaapkamer. Ik bel hem even om te vragen, wanneer zijn die beestjes nou gelukkig in jouw ogen? Nou, Anthony heet hij. En hij wist het precies. Als ze lekker samen leren te slapen, zei hij. Nou, vond ik wel goed bedacht. En is niet neutraal overigens, hè? Dat is ook een definitie, maar misschien wel een goeie. Ik zei, ze slapen niet altijd. Nee, ze scharrelen als ze lekker door mijn kamer aan het scharrelen zijn. Eentje die zich vrij voelt zijn omgeving te onderzoeken. Dat is niet de standaardtest die er wordt gebruikt. Het gaat altijd over doorzettingsvermogentest, over vechten tegen je lot. Dit is een bekende, de Till Suspension Test. Ze niet lekker samen in één bakje, maar ieder apart in een hokje. Ze hangen aan hun staarten en hoe harder ze vechten tegen hun lot, hoe beter het antidepressivum heet te zijn. Ik kan me ook het tegenovergestelde voorstellen, hoe stiller ze blijven. Nog bekender is de Forced Swim Test. Daar zie je hem. Je ziet dat de dit vind ik heel interessant. Ja, als wetenschapstheoreticus vind je dit ook wel zielig voor het beest, maar het is vooral ook heel interessant dat simultaan de angst van het beestje in getallen, effectiviteitsgetallen voor antidepressiva worden omgezet.
Het geeft goed aan, ik geef dit voorbeeld vrij vaak, omdat het zo goed aangeeft dat in het hart van het lab ontsnap je niet aan definities. Als we de definities van Anthony hadden gebruikt, hadden we hele andere antidepressiva gehad. Je ziet hem hier in zijn eentje, maar dit gaat natuurlijk in grote... Oh, even terug. In grote batterijen. Dit zou moeten bewegen en de cijfers veranderden ook met elke beweging van al die beestjes. Op YouTube stond er heel lang eentje. For swim test, what's not supposed to happen? What was not supposed to happen? Je ziet een ratje wat met heel veel inspanning weet hij zich te bevrijden. Hij springt uit zijn bak. Nou, dat is niet het juiste doorzettingsvermogen. Hij terug, een grote hand pakt hem en zet hem terug in zijn bak. Met andere tests krijg je andere pillen. De definities achter de cijfers maken werkelijkheden. En misschien is het ietsje ver gezocht, maar toch. Advertenties voor antidepressie gaan altijd over doorzettingsvermogen. En niet over lekker slapen samen. Hier zie je een hele oude. Toen Ritalin nog een antidepressivum was. En ik weet niet of u het ziet, voor en na de behandeling is er een groot verschil. Want die berg aardappelen die is veel kleiner geworden. Nou, wij lachen om dit. Maar als zij de hedendaagse gezien zou kunnen hebben, zou ze te beleefd zijn geweest om te lachen, maar stom verbaasd zijn geweest. Het gaat nog steeds om doorzettingsvermogen, maar dan van een heel andere aard. Namelijk niet doorzettingsvermogen bij dienstbaarheid aan anderen, maar in het meester worden van je eigen biologie. Nu is veel meer, je bent zelf het project in de hedendaagse advertenties. Er staat heel vaak regen op die aangeeft dat je zelfs de natuur de baas kunt worden. SSR, I can. En bij die mevrouw met die rode jas zijn de losers op de achtergrond, die lopen nog in de regen. En zij loopt in de zonneschijn. Maar het gaat allebei over doorzettingsvermogen. Ik heb nu wat voorbeelden genoemd waarvan u denkt, nou dat zou toch beter kunnen. Maar ik wil ook betogen dat het ten voordele van wetenschappers kan zijn om open te zijn over je definities. Hier is een voorbeeld over eenzaamheidsonderzoek van het RIVM onder Turkse mensen. Bijna 7 op de 10 Turken lijden onder eenzaamheid. En zo is RIVM en Trouw samen. De feiten werden bekendgemaakt, niet het wat en het hoe. Dat kregen ze op hun brood van Pound, als ik dat zo goed uitspreek. Want die gingen met de roze microfoon wijken in waar Turkse mensen waren. En zeiden, bent u eenzaam? Nee, zeiden die mensen. Oh, zie je wel, onzin onderzoek. En toen dacht ik, als het RIVM en Trouw nou bekend hadden gemaakt, hoe hebben wij eenzaamheid gedefinieerd en hoe hebben we het onderzocht, dan had iedereen kunnen zien dat zij dat gedegener doen dan dat slordige onderzoek van Pound. Dus het kan heel goed om dat ook tot voordeel van wetenschap te laten strekken. De wegen van Els Borst en mij, die hebben elkaar nog een keer gekruist. En dat was in verband met het experiment met verstrekking van heroïne aan zwaar verslaafden. Dat speelde in de jaren 90 en ik vond het heel mooi dat dit experiment in de Kamer besproken werd. Wetenschap is een zekere vorm van politiek, dus er mogen best Kamerleden zich ook mee bemoeien. Els Borst wapende zich goed, ze bleef maar uitleggen, ze heeft het heel lang volgehouden om uitleg te geven. En ik vond het mooi, dat mogen we analyseren en ik ging dat experiment ook analyseren. Merkte daar veel dingen aan op, dat het vol morele discussies zat, dus dat het terecht is dat daar politiek debat over is. Dat de definities van vooruitgang, ja, dat je daarover kunt discussiëren. Enzovoorts. Maar ik was toen nog naïef. Ik liet mij strikken door het verkeerde tv-programma om daar wat over te zeggen. En dat tv-programma vreemde mij als tegenverstrekking. En ook dat heb ik nooit recht kunnen zetten. Ik hoor tot op de dag van vandaag dat de betrokkenen bij dit experiment boos op me zijn. Dat vind ik heel erg jammer. Dat is ook zoiets wat niet goed gelopen is. Maar eigenlijk bedoelde ik hetzelfde als ik nu in deze lezing uiteen heb gezet. En inmiddels sta ik minder alleen, of zijn er steeds meer mensen die pleiten, die enerzijds zeggen, gerandomiseerde gecontroleerde experimenten zijn niet de enige vorm van evidence-based medicine. En die ook zeggen wat ik toen zei, je had heroïnegebruikers best mee in gesprek kunnen gaan, in plaats van hun slechts als verslaafden te zien. Dan had je beter onderzoek gehad. Nou, daar zie je steeds meer rapporten over die ongeveer hetzelfde bepleiten.
pas het advies van de Gezondheidsraad, onderzoek waar je beter van wordt. En op Europees niveau ook heel veel rapporten. Dat ene wat ik hier projecteer heeft het over de public understanding of the social dimensions of science. Niet popularisering van wetenschap, laat ze die feiten nou eens snappen, maar betrek ze in de social dimensions. Verantwoordelijkheid is belangrijker dan excellentie. Niet waar ben je goed in, maar waar ben je goed voor. En veel meer tijd voor reflectie in de wetenschap. Dit was het verhaal wat ik blij ben dat ik dat vandaag hier kwijt mocht. En ik dank u ervoor dat u ernaar heeft geluisterd. Prachtig, dank je wel. Dames en heren, het mooie van de Els Borst lezing is dat u straks, als u weggaat, de lezing meekrijgt. Dus dan kunt u er het rustig nog eens nalezen. Maar nu jij hier toch nog staat, straks gaat Pim met jullie beiden in gesprek, met jou en met Ivo Smulders. Zat ik me eigenlijk af te vragen, helemaal terug naar het begin van jouw boek over 2014. Dit heeft ook wel heel veel gevolgen voor ons hele denken over implementatie. Over implementatie van kennis. Ligt dat eens wat meer toe? Wat in welke zin vult jouw opmerking iets nou, omdat, aan? Omdat jij dus zegt dat het ontwerpen eigenlijk steeds belangrijker wordt. Terwijl de neiging is om, zal ik maar zeggen, het construeren van die kennis hier te doen. Ja. En dan te bedenken dat het daar gebruikt moet worden. En door het verhaal wat jij nu vertelde, dacht ik, hey, degene die straks met die kennis kunnen werken, die moeten ten eerste meegenomen worden in de keuzes die gemaakt zijn. En ten tweede moeten ze misschien invloed hebben op de loop van het onderzoek. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, ik denk de affaire met Gardasil illustreert dat ook goed. Hè? Ja. Ik roep wetenschappers, bedenk dat, al die meisjes moeten ingeënt worden. Zet dat op de markt. En ja, er komt dan een hele hoop tegenstand. Het gaat clashen. Was je nou van tevoren met elkaar in gesprek gegaan, was dat misschien beter gelopen. Ja. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Straks verder in de discussie onder leiding van Pim van Gol.